Ik ga hun laten antwoorden. Als zij thuis zitten niksen, dan is het niks waard, denk ik. Nou, niet zoveel meer, denk ik. Nee, tenminste, ja, het is niet verkeerd als een vrouw de kostwinnaar is. Maar ik denk dat het voor de man ook belangrijk is om zelf actief te blijven. Omdat het anders toch tot ruzies kan leiden, denk ik. Ja, als je zit te niksen, dan ben je sowieso niet zo heel veel waard. Maar of je nou man of vrouw bent, als de vrouw de kostwinnaar is, dan is het altijd mooi, weet je. En als de man daarbij ook nog wat kost wint, dan is het goed. Maar thuis niks is niet zo heel veel waard. Behalve als je daar hele goede reden voor hebt. Als het niet werkt, dan is het gewoon niets te doen. En de vrouw is de enige die werkt. En hij doet niets. Ja, dan, staat niet in voor het huishouden. Als je niets doet, dan zijn er niet echt iets waard. Hij hoeft niet te werken, maar als hij dan in het huishouden... Allee, als hij dan het huishouden overeind houdt, oké, maar anders, ja. Alles, natuurlijk. Kijk, als de vrouw de kostwinner is, dan zijn er nog verschrikkelijk veel dingen die in huis moet doen. En als dat niet gebeurt, dan loopt het allemaal niet goed. Dus ik zou zeggen, een heleboel. Kijk, als die man niks kan, als hij niet afwast, niet gewoon een was doet, geen huis kan schoonmaken en niet voor de kinderen kan zorgen, dan is het een beetje lastig natuurlijk. Maar elke man kan dat leren, toch? Well, it's not good. No, it's not good. The man has to work. Anyway, yeah. ja, op zich prima. Maar dan verwacht ik wel dat hij ook zijn taak in het huis doet. Dus ik vind wel dat hij dan ook inderdaad of voor de kinderen moet zorgen. Of moet schoonmaken. Dan moet hij wel ook zijn eigen delen.